Artis in residence Miguel Keerveld start morgen de aftrap voor zijn onderzoeksproject naar de vormgeving van curatorschap in Suriname. Het kunstproject genaamd A La Condre, A Space in Time, zal bij de Reditex Art Gallery tentoongesteld worden en maakt deel uit van Keerveld zijn researchprogramma bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het is niet een uniek ding, het is, curatorschap is eigenlijk het samenstellen van tentoonstellingen. En hoewel het niet uniek is, zijn er geen Surinaamse curators. Tot nu toe waren er altijd curators van buiten die zijn gekomen om shows hier te maken of events hier te produceren. En ik zou dat heel graag willen, omdat het bijvoorbeeld een droom van me is om Suriname of Surinaamse kunstenaars een platform in het buitenland te kunnen geven. Dus dat is wat deze expositie voor mij persoonlijk betekent, om daar ruimte te hebben. En ik ben dan de gallery heel erg dankbaar dat ik niet één, maar twee verdiepingen heb gehad om daar te spelen. En de kunstenaars zijn enthousiast, die zijn meewerkend. En eigenlijk zijn we spelend aan het onderzoeken wat eigenlijk de Surinaamse beeldtaal is in de Surinaamse kunst. Het onderzoeksproject dat een jaar duurt zal zich voornamelijk richten op welke beeldtaal er wordt gebruikt door Surinaamse kunstenaars. Met de tentoonstelling Lunar wordt er officieel een begin gemaakt met het project. Lunar is dus inderdaad de titel van de expositie en dat is Spaans voor maan. We hebben de naam Lunar gekozen als een metafoor, een soort symbolische verwijzing voor het vrouwelijke. We zijn heel erg gefascineerd door spiritualiteit. Dat kan je zeggen van bijvoorbeeld numerologie, kosmologie, maar ook religie. Er zijn verschillende vormen hoe je spiritualiteit vorm kan geven. We hebben bewust gekozen voor het vrouwelijke, omdat we denken dat dat zeker een soort aanvulling kan zijn op... De expositie is tot en met zaterdag 30 oktober voor een ieder toegankelijk.